Hallo, wij zijn de Nazgul AD. Ik ben Yuzo Nazgul en dit is... Mr. Cam & Co. Ja. Hoe gaan we eigenlijk nou onze serie noemen? Let's Play of zo? Ja, zoiets. Oké, dit is gewoon een Let's Play op een server van de original F2W. Misschien kennen jullie hem wel. Ik ga hem niet promoten, want ik haat hem. Geintje. Ik ga hem gewoon niet promoten. Doe rustig, je mag niet rennen. Trouwens, is er nog wat wiet gegroeid? Ja, heb ik net geoost. Oké. Alleen omdat de farm net in het besneeuwde gedeelte zit, wordt het water steeds ijs. Dus we moeten even een andere plek vinden voor de farm. Oh, wacht, ja. Ik heb de water ondergeplaatst. Hier, oh daar, wow, wat loop ik om. Maar wij waren al een beetje begonnen. Of niet? Ja. Hier, Mr. Cam & Co. Zullen we het gewoon zeggen? Waarom? Het is handiger. Om elkaar aan te spreken. Oké. Nou ja, mijn naam is eigenlijk gewoon Tim. En ik ben Rick. Ja. Rick die heeft dus al flink wat gedaan. Ik ben eigenlijk gewoon een beetje een lambal en ik heb niks gedaan. Hij is gewoon lui. Wat? Waar is dat bos? Ja, dat bedoel ik. Dat zei echt net ook wel. Al. Ja, er kwam dus iemand bij Rick, mag ik het bos kappen? En Rick zei, want hij dacht van, ja, het is niet mijn bos. Dus zei hij, ja, heeft die kerel dit hele fucking bos weggekapt? Ja, dus vond ik als er iemand naar me toe komt en vraagt, mag ik het bos kappen? En dan zeg ik, nee dus. Ja. Want nu hebben wij eigenlijk geen hout meer. Oh, dit is hier een mooie cave. Ik heb torches. Ja, wacht, maar ik heb nog geen resources en zo. Ik ga er wel even in. Volgens mij weet ik al welke cave het is. Zo. Ja, ik ken deze cave al. Oké, waar zit ons huis? Oh, hier. Je hebt het dicht gedaan met steen. Nee, niet helemaal. Oh, nee, een niet beetje. Dicht gedaan. Oké. Oh. Dat is gewoon zodat het minder opvalt, een beetje, toch? Oké, jij hebt nog een pickaxe of zo? Ja, ik heb ongeveer alle pickaxe opgebruikt gisteren. Oké, wacht maar. Geen nood. Waar is het huis? Oh, daar is het huis, ja. Look what I have. Oké. Heb jij dat stukje hout hier geplaatst? Ik heb geen hout geplaatst. Oké, ja, ik heb het nu. Dus er lag een stukje hout langs ons huis. Oh, ik heb trouwens gisteren ook een bucket of lava gevonden. Nice. Nou ja. Hier zit een iron pickaxe in voor je. Oh, thanks. Heb jij toevallig een paar torches, stuk of 20 voor mij of zo? Hoeveel torches heb je? Ik heb er al 29. Hier, 15. Is goed, dank je. Nu heb ik ze weer. Stop ze anders in de chest of zo. Yeah. Ik heb ze op je gegooid. Ik heb coal mee. Oh, en ik heb trouwens punt pumpkins. Misschien kunnen we beter eerst nog even wat... Sticks, waar heb je die sticks gelaten? Sticks! Brood. Wiet. Raw chicken, dat zullen we ook nog wel even koken. Hé, hey, maar je kan ook die bucket of lava erin doen. We gaan eerst wachten voor die rode chicken, want ja? Ja. Nou, en er zit toch al... Moet je meteen eens even mee naar beneden komen? Ja, moet je even wachten. Ik ga eerst even nog... Ja, dat wil ik maken, want we hebben eerst nog weer wat hout nodig. Oké, ik kom. En nu moet het daar beneden opgevuld gaan worden. Dus één grote lege kamer. Nice. Ik kan wel wat doen. Ik kan wel wat op zich. Trouwens. Zeg maar voor die torch haal ik even weg aan deze wand. Dat is goed. Auw. Wow. Hell yeah, baby. Ja, yeah. Oh, skeleton. Fuck. Weg daar. Kom maar terug. Waar is dat ding? Waar is die bitch? Nee! Ah, shit. Heb jij nog een chicken? Ik word nu ook gehit. Hier, een brood. Oh, goed.
Je hebt hem zelf weer opgeraapt. Fuck. Chest. Oké. Laten we eerst wat hout halen. Oh, je hebt echt vooruitgang geboekt. Rick, kom hier. Ja. Even kijken. Wat? Oh, emoji. Niets. Misschien moeten we toch even wat goed spul. Ja, als jij nog wat food hebt, ik heb nog maar 2 hartjes. Ja, hier. Kom maar. Ik heb 10 chickens. Dat is misschien wel handig. Dit zijn echt kutbomen, maar tot in. Oh, we kunnen ook mushroom stew maken. Oh, daarachter is nog een heel bos, ja. Niet zo heel ver weg. Nee, er is nog wel bos, maar hier rondom ons is het allemaal weg. Ik weet niet eens, ja, heel erg, maar ik weet niet eens hoe je mushroom stew maakt. Dan moet je een bol hebben. Een wat? Oh ja, dat maak je uit hout. En we hebben geen... Nee, ik wel. Hout. Heb jij hout? Nou, nee. Ja, ik had nog een paar planks. Shit, het wordt alweer nacht. En we kunnen toch niet slapen. Ik heb 8 mushroom stews gemaakt. Mm-hmm. Oké. Okay. Dus ik zal je er even 4 geven. Als je dat wilt, tenminste. Ja, graag. Waar ben je? Buiten. Buiten. What the fuck, ik zie helemaal niets. Ik zie nog nergens. Ik ben verstopt. In een boom. Aan de rechterkant als je het huisje uitkomt. Ah, ik zie je. Nou, ik zag een boom weggekapt worden hier. Oké, dank je. Ik kan ze helaas niet stekken. Wow, waarom moet ik er zoveel? Ik heb er 8 gemaakt. Hit jou. Ik weet niet hoe lang we zijn we al aan het filmen, ja. Waar kan ik dat zien? Ik gebruik Frap, zoals jullie zien. Hier. Sowieso, ik gebruik Frap. Laat in de comments achter hoe ik kan zien of ik hoe lang ik al film en hoe lang ik nog kan filmen. Volgens mij kan je dat niet zien. Dus iedereen die ik ken die filmpjes zetten, die zetten gewoon een stopwatch erbij of zo. Hallo. Oh, help. Nice. Ha, ik flankte hem. Weg hier. Oh, altijd mensen die dan 1 stronkje laten zweven ofzo. Sorry. Was jij dus? Ja. Nou, dat heeft die gast van gisteren ook zitten doen volgens mij. Chill. Oké, wacht. Waar is mijn hout? Oh, daar. Copperstone. We hebben heel... weinig potjes. Oh, shit. Oké, als je wil kunnen we de cave ingaan. Rick, kom eens. Wacht even. Kan jij nog wat torches maken of heb je geen kool? Ja, ik heb 45 torches. Oh, pas maar dan. Waar ben jij? Ik ben nog even een paar van die zwevende boomtoppen weg aan het halen. Oké. Okay. Maar kom eraan. Omdat ze irritant zijn. En het is hout. Shit. Ah, oh, kut, ik word aangevallen. Kutspin. Kom maar. Een skeleton. Ah, okay, fuck. Wij mogen echt wel iets minder gaan schelden. Oh. Toch? Ik weet niet of ik veel scheld. Ik heb het zelf niet door. Ja, dat probleem ken ik. Hetzelfde. Oké, we mogen niet rennen. Creeper. Die doet toch geen damage? Nee. Boom. En Tim is dood.
Oké. Okay. Boom. Ik had even heel erg lag. Rick, boom. Boom, waar, boom? Oh, we moeten de ingang naar onze basis even iets gemakkelijker maken. Oh, daar ben je. Wat, boom? Hier bij mij. Wat is er met die boom? Kun je die omhakken? Ja, daar wacht ik even mee tot het dag is. Oké. Okay. Anders gaan we onder in ons huis caven. Ja, we kunnen daar in die kamer rechts gaan. Weet je wel waar no problem, want het wordt steeds ijs. Weet je waarom? Omdat we iets boven maken. No problem. Ah! Dank je. Sorry, ik stond eigenlijk gewoon toe te kijken totdat hij jou sloeg. Ik was niet echt aan het opletten. Maar niet uit. Ha, hij gaat de waterval af. Waterval, hebben we een waterval? Ja, vlakbij. En ik ben er nu ook ingevallen. Ziet er dan wel niet zo mooi uit, maar... alsnog. Het is iets. Nou, ik kom weer naar boven. Het is zwommen. Heel logisch. Kijk hier. Wow, wat? Je duwde mij daar ook bijna af. Ach, je moest dat... Oh, dit is de cave waar ik net in zat ook. Toevallig. Nou, eigenlijk niet. Kijk maar, nou wordt het trouwens niet meer ijs, hè? Oké, dat is wel handig. Ik heb kool gevonden. Oh, hakken. Oh, mijn pickaxe is bijna op. Pickaxe. Oh, moet je erin hebben? Ja, ik heb een pickaxe. Kom maar naar boven. We gaan onderin ons huis. Even de kool weghalen nog. Dat is denk ik wel handig. Mm-hmm. Ik ga trouwens, heb ik in het begin van het filmpje gezegd dat ik de IP in de beschrijving zet? Nee, dat zei je niet. Maar dat ga je dus vast wel doen. Als ik dat heb gezegd, ik doe dat niet. En dan hebben wij een probleem en dan zijn wij dood. Hoezo? Behalve dan dat iedereen weet waar onze basis is. Ja. En dan gaan ze alles jatten. Daarom gaan wij lekker een andere baan. Oh. Ligt het aan mij of maak ik rare geluiden? Ja, dat dacht ik ook al. Ik heb honger. Ik ga even iets lekkers pakken of zo. Ja, ik kan hem niet op pauze zetten. Volgens mij kan dat. Nee, kom maar onder in het huis. Delete. Mis. Oh, ik weet zelfs de plek. Wow. Waarom is die torchje? Torchje. Oh ja, pas maar nog wat torches. Ja, achter. Oké, hoeveel heb jij dan nu? 21. Oh, ik heb er nu 37. Hier. Maakt niet uit. Maakt niet uit. En kool. Ja. Altijd handig. Heb je ook nog iron pickaxe dan? Ja, die heb ik ook nog. Maar die bewaar ik voor als er speciale spullen zijn. Ja, en daarom ben ik dus gewoon zo'n kut. Oh. Gravel. Oh, dat had ik ook toen ik die grote kamer heb gemaakt. Toen viel er echt ongeveer bij ieder stukje uit het plafond viel gravel. Ja, dat is dus zo irritant aan die... Gravel. Gravel is alleen leuk voor de... Gravel is alleen leuk voor flint en steel. Oh shit. Ik viel opeens een stuk naar beneden op obsidian.